chic. Toch? Ja, je zegt chic? Ja, we noemen het Koningsdag chic. Oké. En morgen op Koningsdag, dan denk je dat je misschien nog wegkomt met zo'n soort bril. Maar niks is minder waar. Ik hoor je nou denken, wat is het dan wel? Nou, de laatste Koningsdag trends, die gaan we hier ontdekken. Dit kan niet meer, hè? Nee, dat is echt geweest. Vertel, wat moeten we dan doen? We gaan dit jaar wat stylischer en dat merken we de afgelopen tijd steeds meer. Ja. Bijvoorbeeld deze brillen. Dit is de Lizzie bril, die gaat dit jaar supergoed. Willy en Maxima maskers. Oh, die zijn leuk. Iets wat we dit jaar voornamelijk merken, en dat komt waarschijnlijk door het slechte weer, is dat er echt heel veel van deze verkocht worden. Dit zijn kroontjes van 50 cent. De stropdassen. We merken echt dat mannen, die willen toch echt wel altijd er nog wel gewoon goed uitzien. En dan combineren ze dat in dit geval met een regenponcho. Dus het blijft ook nog een keer mooi. Is dit voor kinderen of is dit gewoon voor dames? Nee, dit is voor dames. Serieus? Ja. Je gaat het zo meteen gewoon boven even passen. Ik ga het gewoon passen zo. Oké. Okay. Ja. Deze fantastische tuinbroeken. Oh, daar kan je gewoon nog een wollen onderbroek aan. Daar kan je nog een wollen onderbroek onderaan doen. Ja, wat heerlijk. Maar vergis je niet, het kan ook heel sexy zijn. Want je kan bijvoorbeeld een bodypaint doen of een kort topje. En dit verkopen we ook. Je gelooft het misschien niet, maar dit is vreselijk. En ik zou je vertellen, ik heb deze gisteren aan twee mannen verkocht. Aan mannen? Ja, die droegen hem als t-shirt. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Outfit nummer 1. Nou, hoe staat deze hobbenzak? Stylish. Ja, juist? Ja, omdat hij toch wel gewoon best wel strak zit. In principe heb je nog genoeg ruimte voor een broek eronder. Dat klopt. Ja. Dan wordt hij nog extra warm. Outfit nummer 2. Chic. Toch? Ja, je zegt chic? Ja, we noemen het Koningsdag chic. Oké. Okay. Kijk, bij Koningsdag mag het allemaal een beetje gek. Ja. Die hoort erbij? Die hoort erbij. Wat op zich wel lekker is aan zo'n masker, is dat niemand je herkent met zo'n gekke outfit. Outfit nummer 3. Ik voel dat na 5 minuten deze legging al niet meer helemaal lekker zit. Wat ik altijd zeg, doe er wat talpoeder onder, want dan plakt hij niet aan je benen. En dan krijg je hem aan het eind vanavond krijg je hem goed uit. Ik ga er nog even over nadenken. Allemaal leuk deze glitter en glamour, maar ik heb mijn outfit gevonden. En als het dan toch nog gaat regenen, kunnen we altijd nog deze opzetten.